Hallo kijkers van GG Game Geeks. Mijn naam is Sander en welkom bij deze Horror Week. Wij spelen deze week voor jullie alleen maar horror games, waaronder dus Slender, The Eight Pages en Slender The Arrival, Outlast, en we hebben een soort competitie bedacht onder elkaar. Ik ga vandaag Slender spelen, headsetje op, geluid hard. Ja, ik heb het al eerder geprobeerd, toen had ik het licht helemaal uit, maar toen kon... Holy shit. Maar toen kon je mij dus niet meer zien in... Oké, het is gestopt. Oh, ik heb echt geen zin in. De camera was helemaal zwart en toen bakte ik er niks van. Dus we gaan het gewoon proberen. Start game. En collect all 8 pages. Ja, jullie kennen het verhaal van Slender. Nou, het verhaal. Ik weet niet of er echt een verhaal in Slender zit. Maar je moet 8 pagina's verzamelen. En je wordt achterna gezeten door een of ander mannetje met een pak en een wit gezicht en tentakels en... Juist. Ik heb het ooit wel eens gespeeld, maar niet op deze kwaliteit. Ik heb het altijd een beetje op mijn laptop gespeeld en altijd met het licht aan en altijd... Ja, in slechte kwaliteit. En nu speel ik het met een koptelefoon op. En in het redelijk donker. Het is hier best donker. Het meeste licht wat je nu op mij ziet komt van mijn... Oh! Ik heb er één! Yes! Van mijn beeldscherm af. Oh jee, het geluid begint al. Kan ik hem al vinden? Nee. Je kunt dus ook inzoomen en uitzoomen. Dat kan me nog wel herinneren. En je kunt ook je... zaklamp uit doen, maar dan zie je dus geen drol. En dan ben ik echt bang. Dus als ik mijn zaklamp weer aan doe, die ineens voor mijn gezicht. Zo dus. Oh jee. Ik haat het spel echt. En de vorige keer heb ik ook gezegd van... ik speel het nooit meer. Maar toen was dus de opname mislukt. Dus ik moest wel nog een keer. En dat allemaal voor jullie, voor de Horror Week. Dus ik moet winnen. Rennen. Nee. Deze boom staat wel een beetje in zijn eentje. Maar ik heb niet het idee dat hij veel doet. Oh jee. Rennen. Het gaat ook op tijd natuurlijk. Hey! Ik heb het tonnetje zo gevonden. La na na na. Na 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 na. Hey! Slenderman. Oké, ik moet me niet zo aanstellen, want anders wordt het alleen maar erger. Ah, blaadje 2, dames en heren. Hoppa. Zat hier niet ergens het toiletgebouw in de buurt? Het is een beetje donker allemaal. Volgens mij is dat ook de insteek van het spel. Kan het fout hebben hoor. Oh, ik haat het toiletgebouw. Hier heb ik zo'n hekel aan. Zal ik er gewoon niet ingaan? Nou, ik heb pas 2 pagina's, dus ik denk niet dat die ineens... Moet iets, hè. Ja, ik heb hem al. Leave me alone. Waarom doen we dat niet gewoon? Oh jee. Niet naar boven kijken. Oh jee. Na 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 na. Na 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 na. Hey, Slenderman. Ik krijg een WhatsAppje. Hou op! Ik zeg net... Het zijn nog de Game Geeks ook, die zitten met de fuck, hè? Mitch. Ja, ja. Oh, ze zitten me echt te fucken. Hey, je gaat Slenderman spelen. Ja, dat zei ik toch.
Zij hebben mij uitgedaagd. We hebben echt een wedstrijdje. En het gaat erom wie of de meeste pagina's wanneer je af bent. En als je dan allebei evenveel pagina's hebt, dan gaat het om de tijd binnen dat je die laatste pagina hebt gehaald. Zoiets was het. Ik laat het de rest wel uitzoeken. Wie er wint, ja of nee. Ik zorg van dat ik als eerste ben, dan schrijf ik mijn tijd op en mijn aantal pagina's. Hey. Dat is slim. Dat ga ik doen. Ik ga gewoon de allereerste zijn. Dus welkom in deze Horror Week. Want als ik namelijk de eerste ben, hoef ik geen rekening te houden met wat de rest gedaan heeft. Nee. Wat een enorme boom. Zit er iets in deze boom? Ja, zolang ik maar een beetje voor me uit blijf kijken, zal Slender mij niet pakken. Denk ik zo. Toch? Totdat hij teleporteren kan natuurlijk. Na na na. La 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 la. La 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 la. Ja, ben ik weer bij die tonnen? Wat? Ah. Ik pak er echt niks van. Echt geen idee. Hoeveel pagina's heb ik? 3. Kan ik geen progress zien ofzo? Nee. Nee, dat is schande. Spatie. Nee. Volgens mij loop ik weer naar het begin. Echt geen idee. Oh, ik heb mijn caps lock allemaal aangezet. Nou goed. Wow. Waar is die nou dan? Het lijkt net alsof ik op zoek ben naar Slenderman, hoor. Maar ik zoek zo'n rare boom. Waar ook een blaadje aan kan hangen. Tenminste, er zijn heel veel plekken waar blaadjes aan kunnen hangen. Hallo? Hallo? Oh, ik dacht even dat mijn zaklamp uitviel. Maar dat viel dus nog wel mee. Wat is dit? Is dit hem? Nee. Zien die bomen eruit? Zijn dit niet van die pilaren? Dan zou hier ergens de tunnel moeten zijn. Dacht ik. In de allereerste versie van Slender had je zo rechtsbovenin had je zo'n mooi kaartje. Waar je gewoon kon zien waar je was. Maar ja. Dat kan er natuurlijk niet meer omdat het dan te makkelijk was. Zou ik gewoon een keer omdraaien? Nee. Huh. Ben niet gek. Ben toch niet gek? Huh. Tunnel. Daar is die. Hallo? Daar. Help me. Nee. Oh, ik vind het echt niet leuk gewoon. Je ziet mijn gezicht gewoon ook. Slender, ik haat je. Slender, ik haat je. Oké, zo kan ik natuurlijk ook niet doorlopen. Volle concentratie.
Eigenlijk moet ik me niet te veel concentreren, want dadelijk schrik ik me een laplazerig. 10 minuutjes bezig, nog geen storing op mijn beeldscherm gehad, maar dat komt omdat ik dus geen één keer ben omgedraaid. Ik ben de hele tijd zo'n beetje naar rechts gegaan en een beetje naar links. Maar ja, op een gegeven moment pakt hij gewoon. Oh, pak! Ja, dit is wel een probleem. Nu moet ik dus wel. Hier heb ik echt een hekel aan het hek. Het liefst zou ik nou gewoon escape, afsluiten, klaar, vier pagina's, done. Maar ja, heb ik al vijf? Hoeveel heb ik er? Oh, ben je dan? Oh! Wat is die nou dan? Wat is die nou? Rennen! Ren dan! Hou op! Waar is die? Ah! Daar is die, daar is die, daar is die, daar is die. Loop nou eens toch! Oh, ik zal ook maar eens uitzoomen. Holy shit. Zes blaadjes, mensen. Kak het toilet gewoon. Hoeveel blaadjes heb ik? Zes? Heb ik een zes? Heb ik een vijf? Oh, ik speel dat echt niet graag alleen. Dan mag het zo licht zijn als het maar wil. Wow, 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 wat wordt het spel ineens donker? Slenderman. Pack me as you can. If you can. Gelukkig hoef ik nergens meer naar binnen. Maar ik weet nog dat er ergens vier muurtjes zijn of zo. En als je daar aankomt, dan moet je per se een rondje lopen als je een beetje pech hebt. Ik heb ook echt geen flauw idee meer waar ik ben. Oh! De eerste boom in tijden en ik schrik me echt kapot. Fuck! Hoeveel blaadjes? Vijf. Ja, jammer. Nou ja, jammer. Ik vind 5 best wel een goede score. Ik ben ongeveer iets van, even op de camera kijken, 13 minuten bezig geweest. Nou, niet heel slecht. 5 pagina's. Ik ben benieuwd hoe de rest van de jongens gaan doen. De hele week lang horror series voor jullie met een heel speciaal einde. Dus blijf alsjeblieft kijken. Abonneer op ons kanaal. Like ons even op Facebook. En je kunt ons ook volgen op Twitter. En ja, sinds het duimpje niet meer groen is, dan zal ik maar gewoon vragen om een duimpje. Of zo, op deze video. En dan wens ik jullie nog een hele fijne horrorweek.